Welkom bij Genoemd TV, aflevering 148. Straks laten we zien hoe we de vlaggetjes maken, maar nu eerst hebben we groot nieuws. Kom erin! Beste kijkers, we hebben leuk nieuws. Zijn jullie ook zo benieuwd? Blijf dan kijken! Wat zijn jullie aan het doen? Bij de truck. Zijn aan het inpakken. Waarom? Stel nu geen vragen, help me mee. Ja. We hebben alles. We hebben alles, ja. Die doos nog dicht. Ja. Zijn we niet te vroeg? Nee, kom maar door. Ik zei toch dat we te vroeg waren? Ja, je hebt gelijk. We hoeven pas een mij te verhuizen. En waar we naartoe gaan verhuizen, dat vertellen we de volgende keer. Bij Gewoon Doen maken we simpel leuke vlaggetjes. En in dit filmpje laten we zien hoe we ze maken. Als eerste strijken we de stof, zodat er geen kreukels achterblijven. Daarna tekenen we de vlaggetjes op het stof. Voor het optekenen van de vlag gebruiken we de mal, zodat de vlaggen allemaal even groot worden. Deze vlaggen worden met een schaar uit de stof geknipt. We tekenen twee lijnen op de stof. Op die plaatsen moeten de vlaggen straks vast worden genaaid. Ook hiervoor gebruiken we de mal. Daarna spelden we de voor- en achterkant aan elkaar. Met de naaimachine worden de vlaggen vastgemaakt. Er wordt over de getekende stukken heen genaaid en de spelden worden uit de vlaggetjes gehaald en terug in het speldenkussen gestoken. Daarna knippen we de draadjes af en werken ze netjes bij. We draaien de vlaggetjes met de mooie kant naar buiten en strijken ze recht. We spelden de vlaggetjes aan de band. Met een meetlat wordt de afstand bepaald. Vervolgens naaien we ze vast. Op het laatst worden ze nog netjes ingepakt en zijn ze klaar om verkocht te worden. Wil je ook zo'n leuk vlaggetje kopen? Ze zijn bij de Kantfabriek verkrijgbaar, maar je kunt ons ook even bellen. Lang klinken bij mij. Moeten we even heel concentreren. Gewoon Doen TV is terug. Met 1,5 meter afstand. Dus we kunnen niet met de filmploeg de straat op. Alle bedrijven zijn dicht, dus we kunnen ook geen werkbezoeken doen. Ik moet zoveel mogelijk thuis werken. Dus een Gewoon Doen met Sandy, die zal ik waarschijnlijk ook thuis gaan opnemen. Maar zoals we altijd doen bij Gewoon Doen, kijken we naar mogelijkheden. Dus we gaan kijken naar wat kunnen we wel. En wij willen graag voor u leuke, mooie, kwalitatief goede uitzendingen blijven maken met Gewoon Doen TV.
En in het nieuwe jaar 2021 grote stappen. We gaan verhuizen naar het gasthuis, zoals u weet. En via Gewoon Doen TV gaan we u helemaal op de hoogte houden van het hele proces. Voor nu de beste wensen en een Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! Dit was Gewoon Doen TV voor deze week. Kijken jullie de volgende week weer. Gewoon doen!